Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een kleine rookoverpakking met daarin een notitieblad aanvullende gebruiksaanwijzing, iets over het opladen van condensatoren, maar belangrijker een nieuwe SICK. Ik had al een SICK. Dit is de oude, originele Roco SICK. Ik heb ook nog een gele SICK, een geel-grijze SICK. Ook een oude, originele. Dit is de, denk ik vorig jaar uitgebrachte Roco SICK. Met bijgeleverd een decoder en geluid en alles erop en eraan. En ik zal hem eens even bevrijden. Zo. Bij de vorige SICK, de oude SICK, zat de motor hier in de cabine. Bij de nieuwe uitgave hebben ze het voor elkaar gekregen de motor hier ergens te verstoppen. Een keer gewoon door de cabine heen kijken. Dan zit hier bovenop een klakson die een beetje los zit. Dus die zal er nog wel vanaf vallen. Zoals gezegd, hij is digitaal. Er zit geluid op. En hij is voorzien van verlichting. Als ik het zo zie, denk ik dat er voor en achter verlichting op zit. Ik ben heel benieuwd. Ik zal hem eens even op mijn... Zo. Dit is mijn programmeerspoor waar ik hem nu op in heb gesteld. Er zit dus een condensator in om ervoor te zorgen dat hij, als hij slecht contact heeft, toch nog door blijft rijden. Staat er in de handleiding. Er staat ook dat het even kan duren voordat hij opgeladen is. Ik zal hem eens even uitgelezen kijken wat mijn basisstation ervan zegt. En hij staat nu rustig te tuffen. Ik zal hem eens een stukje laten rijden. In ieder geval qua geluid. Hoe dat klinkt. Over de fluit van de SICK is nogal wat te doen geweest. Roco of iemand geleerd eraan is door Nederland gaan reizen. Op zoek naar een nog werkende SICK met een fluit erop. Om dat geluid dus vast te leggen. En we hebben er een aantal gevonden die, waarbij de fluit het niet meer deed. Of waarbij de fluit vervangen was. En... De laatste die ze gevonden hadden, daar moest de fluit echt van werken. Maar ook daar kreeg ik niet aan de gang. Toen bleek dat ze al die tijd de SICK op de verkeerde manier bedienden. En ze waren vergeten een hendel over te halen voor de fluit. Het eindresultaat van de fluit is dit. En daar is niet iedereen even tevreden over. Met name de kenners die met het ding gewerkt hebben. Ik zelf heb er eigenlijk geen verstand van. Ik vind het wel leuk klinken. Nog een laatste dingetje. Er zitten digitale koppelingen op. Die dus met de decoder ontkoppeld kunnen worden. Met een vrij ingenieus mechanisme. Met spoelen en een magneet. Dat was niet de goede knop. In ieder geval, hier in de koppelingen zit
pinnetje wat hier uitsteekt en dat kun je naar beneden drukken. En hierin zit een spoel die dat hele mechanisme in werking zet. Ik zal eens een website erbij zetten die dat wat beter uitlegt dan ik. Al met al, ik moet zeggen, het is een leuke locomotief. Leuk klein lokje. Er zitten veel geluiden in en er zit een flinke condensator in, of twee, technisch correct te zijn. Want uiteindelijk heb je maar op twee wielen stroompick-up, de voorste twee, die dus ook vrij draaien. De achtste zijn aangedreven. Je kunt nog extra gewicht erin doen, maar dan is de cabine geblokkeerd en dan kun je daar niet meer doorheen kijken. En om aan te geven hoe goed die batterij of die condensator werkt, ik kan nog steeds de lampjes zien branden. En had ik hem maar heel kort even op de rails gezet. Ik zou willen zeggen bedankt voor het kijken. Deel, like, subscribe. En graag tot een volgende keer.